Okay. Nou goed, we gaan vandaag van start met het kennisuitwisselingstraject op het gebied van bioveiligheid voor het pluimveebedrijf. Dit is de eerste bijeenkomst. Deze geef ik samen met Willem Dekkers van de GD. Die zal jullie voornamelijk meenemen in de belangrijkste aspecten van bioveiligheid. Ja, dus voor de agenda, ik zal eerst jullie even meenemen in het project van NetPolSafe. Ik zal jullie meenemen in het kennisuitwisselingstraject. En vervolgens jullie meenemen in de bioveiligheidsmaatregelen die van belang zijn. We hebben dan een korte pauze tussendoor. En terwijl Willem zijn verhaal vertelt, zullen wij ook kennisuitwisseling faciliteren. We zullen wat discussie hebben over hoe blijf je nou hygiënisch werken. We gaan het hebben over reiniging en desinfectie. Hoe doet iedereen dat nou en kunnen we daarvan van elkaar leren? En tenslotte ook over kruisbesmetting tussen stallen. Aan het eind van deze bijeenkomst hebben we ook nog een open discussie. Als jullie nog resterende vragen hebben voor elkaar, kunnen jullie die op dat moment stellen om zo weer van elkaar te leren. We hebben denk ik een interessante groep vandaag bij elkaar, want we hebben vanuit verschillende deelsectoren verschillende mensen. Van de vleessector, van de legsector, vermeerdering, opfok en ook eendenhouders. Jullie zullen het vast allemaal op net wat andere wijze doen. Sommige dingen zullen ook alweer hetzelfde zijn. Maar ik denk dat we interessante discussies kunnen hebben over hoe de ene sector het nou doet en hoe doet de andere sector het nou en hoe kunnen we wat van elkaar opsteken. Nou, eerst eens over het kennisuitwisselingstraject. Want dit is de eerste bijeenkomst vanuit het project NetPolSafe. En dit project is in 7 grote pluimveeproducerende Europese landen is dit actief. En in elk van deze landen doen we verschillende dingen. En in Nederland focussen we ons op het optimaliseren van de bioveiligheid op bedrijfsniveau door middel van het organiseren van online kennisbijeenkomsten. Kennisuitwisseling staat dus centraal en dat doen we tussen pluimveehouders en ook samen met de dierenarts en de adviseur. En tijdens deze bijeenkomsten willen we een coachingsmethodiek toepassen om op een efficiënte wijze daadwerkelijke plannen neer te zetten op de bedrijven. En hier gaan we de volgende bijeenkomst meer over vertellen. Nou, hiernaast hebben we vanuit het project NetPolSafe nog verschillende verzamelingen van kennissen die we met jullie kunnen delen. Zo wordt er meer inzicht verzameld over bioveiligheidsmaatregelen, als ook in de ondersteunende maatregelen om de naleving van de bioveiligheid te verbeteren. Dit zal online komen te staan op de website www.netpoolsafe.eu gedurende het komende jaar, zeg maar. Als ook factsheets, een handboek, podcasts en video's, allemaal gericht op bioveiligheid, zullen wij zeg komende zomer, dit najaar, allemaal gaan ontwikkelen en online zetten. Op deze website hebben we ook een online discussieforum. Dat is in het Engels en we hebben daar maandelijks een specialist die op een bepaald onderwerp van bioveiligheid het discussieplatform managt. Dus dat is ook wel interessant om aan deel te nemen. En tenslotte willen we ook in deze zomer en najaar willen we cursussen gaan ontwikkelen op het gebied van bioveiligheid. Dat zullen e-learnings zijn, ook gericht aan de pluimveehouders zelf. Er is ook een nieuwsbrief vanuit NetPolSafe waarvoor je je zou kunnen aanmelden. Ook te vinden op de website. Maar ik kan jullie vanuit mij ook op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen het traject. Dan nog even een herinnering voor alle data's van het traject. We hebben nu de eerste bijeenkomst startende om 2 uur. En dit zal voor alle andere bijeenkomsten ook zo zijn. Het begint altijd om 2 uur. Tot 4 uur uiterlijk of korter. En de volgende bijeenkomst is dus over de coachingsmethodiek. Die zal op 30 of 31 maart zijn. Ik heb jullie op verschillende dagen ingedeeld om de groep niet te groot te maken. Deze bijeenkomst is voor jullie, maar ook voor jullie dierenartsen en adviseurs. En deze bijeenkomst zou ik samen doen met mijn collega Anton Sanders, de ondernemingscoach van ZLTO. Vervolgens in mei hebben we de verschillende bijeenkomsten voor de verschillende deelsectoren, waarin we dieper inzoomen op de bedrijfszones en de zonering.
looplijnen, hoe kan je die nou optimaliseren? En we willen met behulp van plattegrondjes van jullie bedrijven met elkaar gaan brainstormen hoe we dit nou kunnen optimaliseren. Dit zal dan ook samen met de GD zijn. Maar vervolgens hebben we in september en januari hebben we 2 bijeenkomsten op bedrijfsniveau. Dus dit zijn individuele gesprekken met de driehoek aan tafel. Dus met de dierenarts en de adviseur erbij, ook weer online. En hierbij gaan we dus meer de coachingsmethodiek toepassen en een plan van aanpak opstellen om daadwerkelijk acties uit te zetten om de bioveiligheid op het bedrijf te verbeteren. En als laatste, over een jaar in maart, hebben we de eindbijeenkomst waarin we weer met deze groep pluimveehouders eigenlijk samenkomen om te evalueren, maar ook om nog meer van elkaar op te steken en kennis uit te wisselen. Nou, dit was eventjes een introductie vanuit het project. Ik wil nu graag het woord geven aan Willem om jullie wat bij te brengen over bioveiligheid. Als het goed is, zien jullie nu mijn presentatie. Ja, John, we gaan bewalsen gewoon verder, hoor. Geen probleem. Nou, mijn naam is Willem Dekkers, een van de pluimveedierartsen bij GD. Ik heb vorig jaar voor Avinet de hygiënescan, die al een tijdje bestaat, voor de hele sector eigenlijk, heb ik mogen updaten. En ja, de grootste uitdaging daarvan was hem eigenlijk inkorten. Er stonden echt heel veel vragen in. En ja, we hebben toen geprobeerd met een hele club mensen om hem zo compact mogelijk te krijgen. Nou, dat is nog best een uitdaging, omdat iedereen een bepaalde vraag dan toch wel weer heel erg belangrijk vindt. En dan ontkom je er toch niet aan dat het een vragenlijst blijft van zo'n 40, 50 vragen. Even kijken. Loopt hij door. Even kijken. Van bioveiligheid. Eigenlijk alles wat je implementeert op het bedrijf om een risico te verkleinen dat er een ziektekiem, dus een infectieuze aandoening, bij een koppel komt. En dat risico, dat zou je kunnen zien dat, ja, dit is even een heel technisch verhaal hoor, maar de kans dat een gebeurtenis zorgt voor een infectie, maal de frequentie van gebeurtenissen. Nou, dus laten we dat even in een voorbeeld toelichten. De kans dat een gebeurtenis zorgt voor een infectie. Dat wil zeggen, dus stel er poept een wilde vogel net voor de ingang van de stal. En hoe groot is dan de kans dat dat beetje wilde vogelpoep de stal ingelopen wordt en daar ook nog eens een keertje zorgt voor infectie van jouw kippen? Nou, die kans die verschilt natuurlijk per ziektekiem. Maar je zou kunnen zeggen, nou, stel die kans is 10%. Gebeurt dat nou elke dag, ja, dan ben je geheid een keer de pineut. Want de kans is 10% en elke dag ligt er zo'n vogelpoepje voor je stoep. Ja, dan op een gegeven moment, als het maar vaak genoeg gebeurt, dan loop je hem een keer naar binnen en dan besmet je daar een keer je eigen dieren mee. Nou, gelukkig is zo'n gebeurtenis, hè, zo'n risicovolle gebeurtenis, gebeurt lang niet zo vaak. En door bioveiligheidsmaatregelen verklein je die kans dat zo'n risicovolle gebeurtenis dus gaat zorgen voor een infectie van je kippen. Nou, nog technischer en misschien iets meer diergeneeskundig, zou je kunnen zeggen dat je per ziektekiem een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde dosis nodig hebt om je kippen ziek te maken. En die bepaalde dosis zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen 100 virusjes, 100 virusdeeltjes. Dus als je 100 virusdeeltjes hebt en die zijn heel erg sterk, dus die zijn heel erg virulent, ja, dan heb je genoeg aan 100 virusdeeltjes om een kip te besmetten. Ja, en die kip kan dan vervolgens de rest van je kippen weer besmetten. Ook daar geldt dan weer voor hoe vaak komt dat nou voor dat die 100 virusdeeltjes binnen je stal komen. Nou, met bioveiligheid zorg je ervoor dat het aantal virusdeeltjes wat je stal inkomt en hoe vaak ze in je stal inkomen, dat zo laag mogelijk is. En op die manier dus
probeer je een infectie van je koppel te voorkomen. Stel, er zijn vragen. Gooi ze gewoon meteen binnendoor of gooi ze gewoon tussendoor. Ik zie jullie niet allemaal, dus ik zie alleen degene onderin mijn scherm die het laatste iets gezegd heeft. Maar is er iets, dan onderbreek gerust. Dat is helemaal geen probleem. Nou, ga je dus... We hebben het dus over biosecurity en allerlei maatregelen. Nou, je kunt het heel gek maken, hè? Dus om als voorbeeld te noemen, in Deventer bij de GD hebben wij zelf ook dieren. Die dieren die zitten naast de sectiezaal van de GD. Alleen die dieren die wij hebben bij GD, dat zijn SPF-dieren. Dus die zijn vrij van zo'n beetje alle, eigenlijk van alle pluimveeziekteverwekkers zijn ze vrij. Nou, hoe kan dat nou? Het zit naast de sectiezaal waar je dus heel veel dode dieren binnenhaalt. En waar de rendak ook heel vaak komt. Ophaaldienst, Miedema, iedereen komt monsters afgeven. Ja, omdat je daar zelfs de lucht filtert. Mensen die daar binnenkomen gaan allemaal door een douche heen. Alle materialen die binnenkomen, die worden ontsmet. En nogmaals, ook dus zelfs de lucht gaat door allerlei filters heen. Zodat niet die kippen besmet raken. Nou ja, dus dat is onrealistisch, omdat elk pluimveebedrijf zo strikt en zo sterk te doen. En omdat dat ook simpelweg te veel kosten en te veel moeite is. Hè? Dus wat je moet gaan doen is, je moet gaan kijken wat het meeste kostenefficiënt is. En welke kleine dingen kun je nou aanpakken, zodat je dus elke keer de zwakste schakel verbetert in je eigen processen en op je eigen bedrijf. Zodat je zo kostenefficiënt mogelijk je biosecurity verbetert. Als voorbeeld, vorige week hadden we toevallig een bijeenkomst met pluimveedierenartsen. En wij vonden de pluimveedierenartsen van Nederland, om ze maar even over één kam te scheren. Die vonden eigenlijk dat stel er is een pluimveehouder die biosecurity echt wel een beetje serieus neemt. En het ook goed aan wil pakken, dan is het eigenlijk in alle gevallen ook gewoon goed voor elkaar. Dus zodra de wil er ook maar een beetje is, is het op de gemiddelde bedrijven in Nederland gewoon prima in orde. Er zijn natuurlijk altijd situaties en bedrijven waar het minder is. Maar ik vrees ook dat de mensen die hier bij deze bijeenkomst aangesloten zijn, dat zijn mensen die zoeken nog een keer een punt om te verbeteren. Ik gok zo, een aantal van de bedrijven, toevallig ben ik van de mensen die hier aanwezig zijn, ben ik wel op bezoek geweest ooit. Maar ik denk dat de mensen die hier zitten, die willen het goed doen. En vaak zie je dan ook dat het eigenlijk al best wel goed gaat. Dan zijn er een aantal dingen, hè, dus die je gewoon stomweg nog eens kunt vergeten. En een voorbeeld die dus op die bijeenkomst met pluimveedierartsen genoemd wordt, is bij legpluimvee het tussentijds mest afvoeren en bij vleespluimvee tussentijds dieren afvoeren. Dat zijn zwakke schakels. Vooraan in de stal, dus via de vooringang als het ware, hebben de meeste bedrijven het goed voor elkaar. Hygiëne, sluis, kleding wisselen, schoeisel wisselen, looplijnen, komen we straks allemaal op terug hoor. Maar op die momenten van mest afdraaien en op het moment van dieren uitladen, staat eigenlijk de achterdeur wagenwijd open een moment. En dat zijn wel gevaarlijke momenten. Dus dan heb je het vooraan, heb je het 100% voor elkaar. En op bepaalde momenten gooi je achterdeuren wagenwijd open en is daar dus eigenlijk een groot risico. Nou, er zijn wel manieren om dat risico van dat mest uitladen tussentijds en dieren uitladen tussentijds, om dat iets te verkleinen. Maar dan zul je echt specifiek, dus je moet het wel eerst ook zien en willen zien, hè, van dat het echt even een groot introductierisico is. De onderdelen, dus als je biosecurity op zou willen delen in blokjes, dan zijn er eigenlijk vier blokken te noemen. Je hebt de conceptuele, dus hoe is het ontwerp en wat is de ligging van het bedrijf. Dat zijn dingen waar je eigenlijk niet zo heel veel aan kunt veranderen, niet zo heel makkelijk.
Kijk, je kunt verhuizen, je kunt het hele bedrijf, je kunt stallen ombouwen, je kunt verplaatsen, stallen verplaatsen om het beter te maken. Maar het zijn dingen waar je mee hebt te dealen. Dus ja, waar ligt het ten opzichte van andere bedrijven, ten opzichte van vogelrijke gebieden en hoe zijn de stallen gebouwd, zeg maar. Dan heb je structureel. Dat zijn dingen waar je wel, die je wel kan zorgen. Hè. Zijn de structuren die nodig zijn om volgens biosecurity te werken, zijn die ook aanwezig? Dat wil zeggen, als je op een bedrijf komt, zie je dan het verschil tussen, oké, dit is nog een soort van de buitenwereld, dit is dan het bedrijfsterrein en dat is echt de stalingang. Is dat duidelijk aangegeven? Met borden, met hekken, met instructies, dat soort dingen. Vervolgens operationeel. Dat wil zeggen, elke dag wordt er gehandeld volgens een bepaalde werkwijze. Nou, in een lab noem je dat, in een laboratorium noem je dat bijvoorbeeld een standaard operationele procedure, dus een SOP. Maar zoiets zou je dus ook voor jezelf moeten hebben. Ga je elke dag op dezelfde wijze je stal in? En is dat ook voor bezoekers zo? Dus elke dag zorg je dan in laarzen wisselen, handen wassen, overal wisselen, stal in, zeg maar. Dat soort kleine dingen. En vervolgens, dat is eigenlijk de belangrijkste, zit bioveilig handelen, zeg maar, zit dat ook echt tussen je oren. Snap je waarom je het wil en waarom je het doet? En wordt daar ook naar gehandeld en consequent ook naar gehandeld? Of is het soms ook wel van, eventjes de binnenbocht, zeg maar. Dus als je die bouwstenen, zeg maar, gehad hebt, dan kun je ook nog eens gaan kijken, kun je het nog eens opdelen in mogelijke insleeproutes. Mogelijke insleeproutes die in de hygiënescan nu zijn opgenomen op deze manier. En zoals we vandaag ze ook langs zullen lopen. Als we ze langs lopen, komen er vanzelf ook wat voorbeelden tussendoor. Het gaat dan om het algemene schone en vuile wegprincipe. Dus de looplijnen op je bedrijf en de zoneringen, zoals Avi net die hanteert. Ongedierte wilde vogels, andere dieren, personen, voertuigen, materialen. Aan- en afvoer van dierlijk materiaal eigenlijk is dat. En dan nog hebben we reiniging en desinfectie. Voor leghennen of leggende hennen, dus ook voor legvermeerdering of vleesvermeerderingsdieren, heb je nog de insleeproute via eieren, eiertransporten. Voor biologische bedrijven of alleen uitloopbedrijven heb je ook nog eens het uitlooprisico, zeg maar. Die twee komen vandaag niet aan bod. Die zullen we misschien tijdens de deelsector bijeenkomsten wat uitgebreider bespreken. Wat niet voor iedereen op dit moment relevant is. Is het tot dusver voor iedereen nog helder? Is te volgen? Ga ik snel of zijn er vragen? Oké, dan wat betreft de ziektes. Welke ziektes zijn er van belang? Nou, in principe zou ik zeggen, geldt voor de meeste mensen, denk ik, eigenlijk alle ziekteverwekkers zijn van belang. We gaan er een paar toelichten aan de hand van voorbeelden. Ik denk dat het belangrijk is om heel even een aantal basiszaken door te spreken. En met name over de resistentie en waar ziektekiemen dus eigenlijk wat ze kunnen hebben. En wat ze prettig vinden, zeg maar. Als je dat weet, weet je ook wat ze niet prettig vinden en hoe je ze tegen zou kunnen gaan. Nou, overleving van ziektekiemen. Je zou zeggen, tenminste voor je gevoel zou je kunnen zeggen dat temperatuur, als dat zo rond de lichaamstemperatuur is, dus rond de 30, tussen de 30 en 37 graden, dat voor een ziektekiem dat fijn is. Dat is dus eigenlijk niet zo.
Hoe kouder, hoe beter voor een ziektekiem. Oh, dat was niet de bedoeling. Hoe kouder, hoe beter voor een ziektekiem. Dus als het koud weer is, dan overleeft een bacterie of een virus. Die worden dus eigenlijk een beetje teruggekoeld. Maar ze blijven wel heel goed bewaard. Hetzelfde als in een koelkast zet, zeg maar. Ze worden heel goed ze zijn heel veilig op die manier, terugkoelen. Zodra ze dan weer warmer worden en bij een dier in de buurt komen, dan zijn ze in staat om weer actief te worden en om het dier te infecteren. Dus hoe kouder, hoe beter. Dus rond 3-4 graden kan een virus of een bacterie bijna altijd beter overleven dan boven de 30 graden. Ook vochtigheid speelt hierin een belangrijke rol. Droogte kunnen de meeste bacteriën en virussen heel erg slecht tegen. Sommige parasieten kunnen zich goed inkapselen en kunnen dan nog best wel goed tegen uitdroging. Denk aan coccidiose of aan wormeieren. Maar 9 van de 10 keer vinden droge en warme omstandigheden vinden ziektekiemen helemaal niet leuk. Nou, dat is misschien ook, dat is denk ik ook wel de reden waarom bijvoorbeeld die corona-epidemie, griepepidemie, dat je die in de zomer weinig ziet. Het is dan droog en warm. En die virussen gaan gewoon eerder stuk dan. Wat virussen en bacteriën ook leuk vinden, is organisch materiaal. Dus dat zijn resten van eieren, mest of dode dieren. Daarin voelen ze zich heel fijn. Ze zijn beschermd in vetten en eiwitten. En die vetten en eiwitten beschermen dat die virus en die bacteriën op een goede manier, waardoor ze niet uitdrogen, waardoor ze niet blootgesteld worden aan UV-licht of aan schadelijke gassen of wat dan ook. Dus op die manier kan een ziektekiem zich heel goed handhaven. Als je kijkt naar drie types bacteriën, virussen en parasieten, en dan weten we dat parasieten die hebben goede dikke kapsel als het ware, die heel hard, die goed kunnen overleven. Dus denk aan coccidiose, die zijn heel sterk in de omgeving, heel resistent. Bacteriën niet zo, die hebben dus eigenlijk net zoals menselijke cellen een vetbolletje. Het zijn verpakt in een vetlaagje. En zodra dat vetlaagje kapot gaat, gaat de bacterie ook kapot. Virussen zijn twee soorten. Er zijn de virussen die zo'n vergelijkbare vetlaagje hebben. Dat is een envelop bij een virus. Die zijn niet zo sterk. Dat zijn bijvoorbeeld de AI-virus, coronavirus, dus ook IB-virus. IB is ook een vorm van coronavirus. Newcastle disease, dat zijn allemaal virussen met een envelop. En die zijn heel erg kwetsbaar. Dus zodra er een beetje zeep, of zodra daar een beetje zonlicht of droogte bij komt, dan klapt die envelop en dan gaat dat virus ook heel snel dood. Een virus zonder envelop, dat zijn veel compactere, kleinere en sterkere, resistentere virussen. Die kunnen heel goed en lang overleven. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld ziekte van Gumboro en Marek. Die zijn heel resistent in de omgeving en die kunnen lang wachten eigenlijk. Nou, dat heb ik in deze tabel een beetje proberen weer te geven. Als je nou een virus of een bacterie uit een dier treedt. Oh, sorry, dit gaat even niet goed. Als een virus of een bacterie uit een dier treedt, dus hij gaat eigenlijk op zoek naar een ander dier om te infecteren, hoe lang kan het dan zonder het dier overleven? Oftewel, als je het in je stal hebt zitten en je haalt alle dieren weg, je laat je stal gewoon leeg staan, hoe lang zou zo'n virus of bacterie dan kunnen blijven overleven? De bovenste is Gumboro, infectieuze bursitis. Die, zoals ik net al zei, is heel resistent, dus die kan wel maanden overleven. Coccidiose net zo goed, ook maanden. Fowl cholera, dat is pastorellose, pastorella. Fowl cholera, dat is een bacterie, buiten een dier kan die zo'n aantal weken overleven. Marek, net ook al genoemd, maanden, heel resistent.
voor Newcastle disease, wat ik net al aangaf, dat is een virus met een envelop. Zodra die envelop kapot gaat, gaat het virus ook kapot. Mycoplasma, die is nog gevoeliger. Die is zonder een dier, gaat die heel snel dood. Dus die is helemaal niet zo heel resistent. Die kan slechts een aantal dagen zonder een dier overleven. Die kan niet net zoals Pastorella in de omgeving nog ietsje blijven zitten. Salmonella kan wel ook net zoals Pastorella in de omgeving en in de stal wat langer blijven hangen. Nou, tuberculose, dat is weer een hele klasse apart. Gelukkig hebben we dat niet bij een Nederlandse commercieel pluimvee. En vogelgriep hebben we helaas heel veel bij Nederlandse commercieel pluimvee. Die is een aantal weken infectieus nog. Zodra dat vetlaagje klapt, dan gaat influenza, dus vogelgriep, gaat dan dood. Nou, als voorbeeld, hoe sterk is zo'n AI-virus nou? Als je AI-virus van een mest van een dier, zeg maar, gewoon laat liggen. En je laat dat liggen bij 4 graden Celsius, dus buiten in de winter. En dat blijft een beetje vochtig en lekker koel. Dan zie je dat AI-virus tot 30 dagen nog steeds heel veel aanwezig is. Dus dit zijn logtieters. Ik ga jullie die rekenregel niet helemaal uitleggen. Maar elke stap wordt die gehalveerd. Dus als je hier 10.000 neerlegt, dan is er na 24 dagen. Of iets minder. Na 20 dagen is er dus van die 10.000 is er nog steeds 5.000. En is er nog 1.000 van dat virus nog steeds over. Dus dat is nog steeds hartstikke veel. Je ziet dat als het warm is buiten, dus het is warm en droog, dus 20 graden en droog, dan is dat deze grafiek, dan zie je dat wel heel snel afneemt. Nou, 37 graden en vochtig of droog, dan zie je dat echt wel na een aantal dagen heel sterk verminderd is en bijna niet meer infectieus is. Dat is ook de reden dat er in de draaiboeken van AI is opgenomen dat de mest en eerst op een hoop gegooid moet worden, afgedekt moet worden en moet laten, laat je dat als het ware broeien. Nou, dan bereikt het even een iets hogere temperatuur. Ja, het kookt niet, maar het broeit even en dan zie je dat virus dus wat sneller afdoodt. Voor mycoplasma, en in dit voorbeeld Mycoplasma gallisepticum. Daar zagen we net al dat uren tot dagen slechts maar kon overleven. Nou, waar overleeft het dan wel goed? Je ziet dat het in katoen en in haar dus nog wel een aantal dagen kan blijven zitten. En ook in neus en in slijmvliezen, zeg maar, van mensen. Dus dat is een van de achterliggende gedachten, zeg maar, van natuurlijk, behalve meer redenen, maar van kleren wisselen en douchen en neus snuiten, is dus mycoplasma buiten de deur houden. Omdat je ziet dat als er iemand in een mycoplasma besmet koppel geweest is, dat het in haren, als je niet gaat douchen, tot nog wel 3 dagen kan blijven hangen. Ook haarnetjes is dan een hele goede tip om te gebruiken als je mycoplasma wil voorkomen, om je bezoekers haarnetjes te laten dragen. Zodat dat er geen uitwisseling van kiemen daarin plaatsvindt. Dus dat zijn een beetje de achterliggende gedachten van misschien sommige bioveiligheidsmaatregelen. Nou, had ik net al even genoemd ziekte van Gumboro. Dat is een heel resistent virus. Die kan in een lege stal tot wel meer dan 100 dagen blijven overleven. Daar moet je heel goed voor schoonmaken en voor poetsen om die helemaal eruit te krijgen en af te doden. Waar die ook nog wel eens in zou kunnen blijven hangen, en niet alleen Gumboro, maar andere kiemen ook, zijn in de piepschuimkevers of wormen. Hetzelfde geldt natuurlijk als er een stel er is een vangploeg geweest bij een koppel dieren wat besmet is geraakt met Gumboro en die gaat tussentijds bij jou uitladen.
ja, ook dat virus is dan nog heel, is dan ook nog in staat om jouw dieren te infecteren. Dat hoeft niet per se te betekenen dat dat koppel er ook last van krijgt, maar dat virus komt dan die stal binnen, zal een aantal dieren besmetten en ligt dan de volgende ronde op je jonge kuikens weer te wachten als het ware. Vragen tot dusver? Gaan we weer door. Vervolgens, hoe komt zo'n virus nou binnen? Ja, dat is een best wel een beetje een discussiepunt, ook volgens mij binnen de wetenschappelijke organisaties zoals de Universiteit Utrecht en Universiteit Wageningen. Ja, en ook onze organisatie heeft daar al bepaalde meningen over. Wij zijn eerlijk gezegd best wel sterk van mening dat aerogene transmissie, dus via de lucht, voor veel ziektekiemen ook een mogelijkheid is. Echter geeft Wageningen daar, heeft daar een heel ander standpunt in genomen. Die zegt echt meer van, dat is verwaarloosbaar klein als het ware. Dus die zegt dat het meer moet komen tussen direct contact tussen wilde vogels en pluimvee, indirect contact. En wat minder dus via de lucht. Nou, wat zou je nou kunnen doen om dan een risico van een besmetting, en een besmetting is dus, kan dus alles zijn, hè? Dus niet alleen AI, maar van alles. Wat kun je daar zelf nou aan doen? Als eerste moet je een kritische blik hebben, je bedrijfssituatie in kaart brengen en op alle vlakken als het ware zout leggen. Het belangrijkste is dat het ook een gedragsaanpassing van je vergt. Je staat op de zaal. Ja, sorry, ik had even een hoed bij. Ik ben net hersteld van een corona-infectie. Ook opgedaan op diezelfde pluimveedierartsenbijeenkomst trouwens van vorige week. Dus zo zie je maar weer. Dat kan nog steeds. Gaan we verder. Nou, wat je vaak eigenlijk krijgt. Dus stel je raakt besmet van het een of ander. Mycoplasma, vogelgriep, salmonella, noem maar op. Dat voelde toch al een beetje altijd alsof het dan, had ik daar iets aan kunnen doen? Is dat nou mijn eigen schuld? Ik zeg altijd, het is eigenlijk nooit, het risico is nooit nul. Er is altijd een kans dat het binnenkomt. En zelfs als je alles 100% goed doet. Het is niet eigen schuld, als het ware. Om bedrijfsblindheid tegen te gaan, dus kijken of er misschien dingen zijn die je mist, en op zoek te gaan dus naar die zwakste schakel. Wat kan ik nou makkelijk verbeteren? Lage kosten, wel efficiënt. Dan zal je echt moeten leren om nieuw te kijken naar je bedrijf. Neem daar de tijd voor en ga ook echt met al mensen, dus buiten je bedrijf, liefst zelfs mensen die niet al te vaak op je bedrijf komen. Om daar samen mee over het bedrijf heen te gaan. En je zou dan die hygiënescan van Avinet kunnen gebruiken als soort van handvat, waarmee je puntsgewijs elk punt even kritisch doorloopt. Ja, en dan moet je ook echt, je moet echt kritisch zijn op jezelf en ook eerlijk zijn. Je kunt die hygiënescan kun je natuurlijk alles overal ja op invullen. En dan krijg je een 10. Daar win je zelf ook niks mee, denk ik dan. Het is een beetje vals spelen. En je leert er niks van. Nou, de mogelijke routes dat een ziekteverwekker binnenkomt. Aerogene transmissie via de lucht, via de wind, via de inlaten. Via vectoren zoals ongedierte. Via materialen, via voertuigen en transporten. En hele belangrijke, via personen. Nou, dat kan van het ene bedrijf via een van deze routes naar het andere bedrijf gaan. Maar het zou ook vanuit een reservoir in het wild, dus vanuit wilde vogels, naar het bedrijf direct of
via een van die factoren op je bedrijf aan kunnen komen. Ja, ik zou met jullie graag dus puntsgewijs even alle onderdelen door willen lopen. En te beginnen bij, ik denk een van de belangrijkste, de zoneringen op het bedrijf. En ik denk dat het goed is als je die, als je goed snapt wat daar nou mee bedoeld wordt. Dat is een van de basisprincipes, zeg maar, om bioveilig te handelen, is dat je die zoneringen, dat je die goed in beeld hebt. Avinet gebruikt hiervoor, wij dus ook, gebruiken hiervoor de groene zone, de oranje, gele zone en de rode zone. Rode is als het ware buitengebied en gevaarlijk en mogelijk besmettingsrisico. Oranje gebied is je bedrijfsterrein, maar niet per se je hele eigen terrein. Dus het deel wat, zeg maar, voor je pluimvee belangrijk is voor je pluimveebedrijf. En dan heb je nog de groene zone. Dat is echt de dierverblijven. Nou, aan de hand van deze plaatjes van Avinet wordt het wel wat duidelijker wat ik nou net probeer te zeggen. Die rode zone, stel je hele perceel zie je hier aangegeven door de stippellijntjes. Die is dus groter dan alleen je bedrijfsterrein. Je bedrijfsterrein kun je dus zelf eigenlijk ook indelen en zeggen van dit stuk rondom mijn stallen, dat beschouw ik als bedrijfsterrein. En daarbuiten beschouw ik, zeg maar, als ongecontroleerd of gevaarlijk. Stel nou, je komt helemaal niet achter in je stal of je zit helemaal geen ingang. Dat kan ook, hè? Dus dat alle ingangen aan de voorkant zitten. Achteraan is misschien alleen een nooddeur of wat dan ook. En dan heb je in principe daar achteraan ook niks te zoeken. Dus dat hoeft dan ook niet eens je oranje terrein te zijn, zeg maar. Dus dat kun je ook als buitengebied, als rood beschouwen. Nou, hier in deze voorbeeld zijn twee situaties beschreven. Ik denk dat situatie 1 het meest voorkomt. Dat zijn aparte stallen waarin een, of in een bijgebouw of in een van de stallen de bedrijfshygiënesluis is. Vanaf de parkeerplaatsen ga je door de bedrijfshygiënesluis. Daar wissel je, was je handen, wissel je minimaal van schoeisel. En krijg je toegang tot het bedrijfsterrein. En vanaf het bedrijfsterrein ga je de verschillende stallen, de voorruimtes in. Vervolgens in de voorruimtes wissel je opnieuw van schoeisel en kleding. Was je handen en ga je de stallen in. Dit is denk ik de meest voorkomende situatie. Iets minder voorkomende situatie. Dit zie je vaker bij bedrijven met een iets hogere hygiëne status. Zoals vermeerderingsbedrijven. Dit is namelijk een situatie waarin de voorruimtes er een binnen doorloop is van stal naar stal. Dus je gaat de hygiëne sluis in. En vervolgens kom je via een doorgang. Kun je alle stallen betreden. 1 tot en met noem maar op. Daardoor hoef je dus niet meer buitenom van stal naar stal. Het geldt wel dat je per stal nog steeds een soort van afgebakende voorruimte hebt. Waarin je schoeisel wisselt en overal wisselt. Voordat je de stal betreedt. Dus dit principe, zeg maar, ik denk dat het goed is om voor jezelf na te gaan. Hoe heb ik dat op mijn eigen bedrijf ingedeeld in mijn hoofd? En is dat dan ook voor iedereen die op het bedrijf komt en op het bedrijf werkt, is dat voor hun ook duidelijk dat het zo werkt? Dat komt dus in de bijeenkomsten van mei uitgebreider aan bod. Dus die looplijnen en die hygiënezones. Dus ik denk dat het goed is om dat dan te bespreken. Misschien dat jullie van tevoren dan ook wat voorbereidingsvragen of opdrachten al meekrijgen. Dat zullen we dan nog even zien. Nou, een volgend belangrijk punt van je eigen bedrijfsterrein is
zorg voor een opgeruimd en schoon bedrijf. Als je het schoon en opgeruimd hebt, dan maakt het het ook mogelijk dat je netjes werkt. Daarnaast iets wat, waar je weinig invloed op hebt, hè? Dus behalve dus je bedrijfsterrein, behalve hoe je stallen ooit gebouwd zijn, ja, dat kun je niet heel makkelijk omgooien, is wel iets aan te doen. Hetzelfde geldt voor de dichtheid van het gebied waarin je woont. Ook dat kun je wel veranderen, namelijk verhuizen, maar dat is ook niet zo heel makkelijk, dus dat ga je ook niet doen. Dus dat zijn situaties waaraan je moet om te gaan als het ware. Nou, het is wel goed om het te weten, want als je het weet, dan kun je er ook iets mee. Wat je ziet is dat in deze voorbeelden hebben we genoemd hoeveel bedrijven er binnen 500 meter van elkaar zitten. En je ziet dat 30% van de Nederlandse pluimveebedrijven minstens één bedrijf op 500 meter afstand heeft. Nou, dat is nog best wel veel. En die 500 meter die is wel belangrijk, want die is wetenschappelijk zeg maar bewezen dat bedrijven op minder dan 500 meter afstand echt een hele grote kans hebben om ziekteverwekkers uit te wisselen. Zoals IB, maar ook Gumboro en natuurlijk ook vogelgriep. Je ziet ook dat, nou ja, ik denk dat iedereen het hier wel weet, maar met name de Veluwe en de Peel zijn vrij pluimvee dicht in Nederland. Daarnaast een belangrijk punt is de scheiding tussen dus het erf, tussen je bedrijfsterrein en tussen de oranje en de rode zone, is dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat je niet zomaar de oranje zone kunt betreden. Nou, dit kun je doen het beste. Bij voorkeur doe je dat door een hekwerk wat je afsluit en dat niet iedereen zomaar naar binnen kan lopen. Maar als alternatief kun je of een lint of een bordje of een streep of weet ik wat veel wat. Je kunt creatief zijn als het maar duidelijk is dat je niet zomaar verder mag lopen en dat je een bedrijfsterrein betreedt als het ware. Dat je, ja. Hetzelfde geldt voor de hygiënesluis. We komen zo op alle delen die in de hygiënesluis aanwezig moeten zijn. Maar het bekende bankje zorgt eigenlijk voor hetzelfde als wat we net besproken hebben met dat hekwerk. Dat zorgt ervoor dat er een soort van bewustwording is van hey, dat bankje dat geeft aan dat als ik daar overheen stap, dat ik dan in een andere zone terechtkom. Nou, dat is wat het bankje dus eigenlijk zou moeten doen in de bedrijfshygiënesluis. Dus als je als persoon van rood naar oranje gaat. En als je van persoon naar oranje, van oranje naar groen gaat. Dus in de voorruimte van oranje naar je dierverblijf en naar groen toe gaat. Dat is eigenlijk belangrijk, dat je dat dus gewoon duidelijk hebt. Nou, opgeruimd en netjes geldt ook voor de hygiënesluis. Het is belangrijk dat die sluis dat er gewoon schoon uitziet. Het is voor mensen ook die op bezoek komen en voor jezelf. Is het, je verwacht dat mensen netjes hun handen wassen en laarzen wisselen. Zorg er dan ook voor dat in een omgeving kan die er gewoon ook een beetje netjes uitziet. Dat maakt het ook mogelijk om dus te handelen naar die bioveiligheidsregels. Als het een bende is, ja, dan ga je vanzelf, dan word je zelf ook niet, dan ga je zelf ook niet netjes doen, zeg maar. Nog een punt, als je huisverkoop hebt van eigen vlees of eieren, doe dat dan ook aan de openbare weg en niet op de oranje zone. Dus als je dat doet, nou, richt dat dan in, ik denk logischerwijs, bij de parkeerplaatsen. En zorg dan dat die mensen niet kunnen doorlopen naar het bedrijfsterrein. Dat voorkomt dus dat je veel verplaatsingen of toetredingen hebt op je bedrijfsterrein waar je niet op zit te wachten. Ook als je nog 9 activiteiten hebt of bijvoorbeeld akkerbouw of andere diersoorten. Zorg er dan ook voor dat je het bedrijfsterrein van je pluimvee deel als het ware gescheiden houdt
van die andere takken van sport. Dus dat je niet met je landbouwvoertuigen over je pluimvee bedrijfsterrein heen rijdt. Of met andere diersoorten verplaatsingen over het bedrijfsterrein. Dus probeer dat met looplijnen en rijlijnen. Probeer dat netjes van elkaar te scheiden. Door naar het volgende punt. Ongedierte wilde vogels en andere dieren. Nou, een risicofactor, net ook al genoemd, is 500 meter. Die 500 meter kan dus zijn vanaf een ander bedrijf. Maar het kan ook zijn vanaf een watervogelrijk gebied. Wat is nou een watervogelrijk gebied? Dat is een gebied waar zich, nou, dat is gedefinieerd door de vogelvereniging SOVON, waar zich gemiddeld 5 of meer vogelgriep-risicosoorten watervogels per hectare bevinden. Nou, dat zijn dus de bekende eenden, smieten, ganzen, et cetera. Nou, zit je dichtbij zo'n gebied, plas, sloot, of wat dan ook, dan is er dus een verhoogd risico. En dan kun je je daarop in ieder geval op instellen. En nou ja, het is goed als je daar bewust van bent. En dan ja, dien je dus ook met sommige dingen gewoon voorzichtiger te zijn. En sommige maatregelen zou je dus ook kunnen overwegen voor jezelf. Omdat je weet dat je in zo'n risicovol gebied ligt. Daarvoor is onlangs door onderzoek van Universiteit Utrecht en Wageningen een voorspellingsmap uitgerold. En deze is op basis van de besmettingen van afgelopen jaren. Niet alle besmettingen van dit jaar nog zijn hierin verwerkt. Die willen ze wel nog toevoegen om dat model te blijven updaten als het ware. En je ziet hoe roder, hoe risicovoller. Nou, je hebt hier rood rondom de Maas en de Waal. Je hebt rood eigenlijk heel Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland. Je hebt rondom de randmeren rode gebieden zitten. En Friesland, kop van Friesland en Groningen, Friesland. Dat zijn de risicovolle gebieden, al dus dit onderzoek. Dus dat is puur op basis van waar zijn uitbraken de afgelopen jaren geweest. Hebben die een verhoogde kans gehad ten opzichte van andere bedrijven? Nou, je ziet dus de blauwe bedrijven in dit verhaal zijn dus die besmettingen geweest. Ik geloof dus van het vorige vogelgriepseizoen dat die hierin verwerkt staan. En wat ze dus nu doen is elke keer ook kijken van bij een huidige besmetting. Zien ze dat in veruit in de meeste gevallen de besmettingen dus ook vallen in zo'n risicovol gebied. Dus boven de 0,5. En dat er maar een heel klein deel van de besmettingen in groene gebieden vallen als het ware. Ja, dat is helaas een beetje hoe de situatie nu is afgelopen tijd. En ja, wat er ook nog door deze onderzoeksgroep gedaan is, is bij besmettingen gekeken van welke en hoeveel van die vogels zijn er dan voorgekomen. Ze hebben bij 9 bedrijven besmetting hebben ze een telling gedaan. En je ziet dat eigenlijk op alle 9 bedrijven in ieder geval 4 soorten. Ja, dit zijn de Engelse namen. Ik weet zo ook niet precies welke soorten het zijn. Maar in ieder geval de eend en de kokmeeuw is dat volgens mij. Black-headed gull. Dat die in ieder geval op de meeste bedrijven voorkomen. Nou, dan naar beneden toe wat andere ganzensoorten en eendensoorten komen niet op alle bedrijven voor. Maar in ieder geval bij de meeste bedrijven komen wel vogels voor. Nou, en dat geeft maar weer aan van dat introductie vanuit een vogel, dat wel heel goed mogelijk is. Direct of indirect dus op bedrijven. Nou, hoe zat dat ook alweer met die vliegroutes en van die wilde vogels en van die eenden? Ik denk dat de meeste mensen ook dit wel plaatje wel een keer gezien hebben of in ieder geval gehoord hebben hoe dat ongeveer werkte. Die trekvogels die bij ons in Nederland zitten in de winter, die komen vanuit Siberië. Dat is de Oost-Atlantische vliegroute, zoals dat dan heet.
En vanuit in Siberië, waar ze dus in de zomer zitten, daar ontmoeten ze allerlei andere vogels vanuit heel Azië eigenlijk. En daardoor staan er nieuwe varianten, nieuwe soorten. Die slepen ze mee naar Nederland. En dan krijgen we weer, net zoals nu eigenlijk, een nieuwe variant die overheerst. En die de wilde vogels besmet. En ja, daarna helaas dus ook onze gehouden vogels besmet. Ongedierte en wilde vogels. Nou, vragen uit de hygiënescan zijn, is het bedrijf vrij van ongedierte? Nou, sommige bedrijven die weten van zichzelf ja, dat er nul of weinig muizen en ratten aanwezig zijn. En sommige weten van zichzelf dat er wel aanwezig is. Nou, dat wil niet zeggen dat je daar altijd iets aan kan doen. Soms zit dat gewoon heel veel in de omgeving, vanuit andere bedrijven, vanuit buren en noem maar op. Hetzelfde geldt dus voor wilde vogels. Daar kun je ook niet heel veel aan doen. Je kunt verjagingstechnieken gaan toepassen als je heel fanatiek bent. Maar het belangrijkste is dat je je eigen bedrijf dicht maakt. Zo dicht mogelijk maakt voor wilde vogels en voor ongedierte. Dat die in ieder geval niet de stallen in kunnen treden. Nou, ongedierte is nogal eens goed in ingangen vinden. Dus je hoeft maar één keer een deur open te laten staan. Of de kier, drempel tussen onder de deur hoeft maar hoog genoeg te zijn. En muizen en ratten kunnen daar gemakkelijk onderdoor. Nog moeilijker is voor mensen met vrije uitloop. Want die uitloopopeningen, ja, die kun je ook lang niet altijd allemaal helemaal dicht krijgen. Zodat zelfs 's nachts dus ongedierte echt vrij makkelijk de stallen in kan komen. Dan is er een vraag uit de heer Grenskin is dan, oké, is er in ieder geval een expert op bedrijf aanwezig? En die expert die mag je vanuit IKB en dus ook van de Grenskin mag je dat zelf ook zijn. Als je zelf in ieder geval de verplichte cursussen gevolgd hebt om die ongedierte bestrijdingsmiddelen toe te passen, dan gaan we er ook vanuit dat je genoeg kennis hebt om ongedierte in ieder geval te herkennen en om er een actieplan op in te stellen. Ja, een expert inhuren verdient natuurlijk misschien wel de voorkeur, dan word je erin ontzorgd en die past de frequentie van bezoeken en bestrijding ook aan op basis van wat die tegenkomt bij jou. Volgend punt, een belangrijk punt voor zowel ongedierte als wilde vogels, is namelijk je bedrijfsterrein ontwateren. Als er bij een regenbui via de grote schuifdeur of via een deur regenwater naar binnen kan stromen, dan kun je ook voorstellen dat ongedierte of wilde vogels die op je bedrijfsterrein gepoept of gelopen hebben, dat die met dat water ook naar binnen kunnen stromen. Dus dat is een belangrijk punt. Is je bedrijfsterrein goed ontwaterd? En zijn er na een regenbui zijn zeg maar plassen snel afgevoerd of in ieder geval weg? En lopen ze in ieder geval niet je stal in? Daarnaast belangrijk om je bedrijfsterrein zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor wilde vogels en voor ongedierte. Dus net we hadden al goed opgeruimd houden. Ook gras kort houden of zoals in dit voorbeeld tussen de stallen een grindbak te maken, maak je het zeg maar voor vogels en ongedierte onaantrekkelijk. Omdat ze daar gewoon weinig te zoeken hebben op die manier. Ook een belangrijke, stel er ligt na het vullen van de silo's door de voerleverancier of door onderhoud of wat dan ook, wordt er voer geknoeid. Nou, voer dat trekt echt ongedierte en wilde vogels heel snel aan. Weet meteen te vinden en zodra ze dat gevonden hebben, komen ze vaker terug, gaan ze vaker zoeken en zullen ze dus ook sneller bij jou binnenkomen. Nou, zorg je ervoor dat het allemaal netjes opgeruimd is en zo snel mogelijk weg is, dan hebben ze ook niet zoveel te zoeken daar. Ook andere dieren, ja een beetje flauw, maar dieren houden zich natuurlijk zoals honden en katten ook. Hè. Honden en katten die houden zich niet aan bioveiligheidsmaatregelen. Dus wij zijn dan heel gebrand op
bedrijfssproeisel en niet in de slootkanten lopen voordat je of met je bedrijfssproeisel. Nou, honden en katten doen dat natuurlijk niet. Die lopen overal doorheen. En dus ja, die wil je eigenlijk ook niet op je bedrijfsterrein hebben. Nou, en al helemaal zeg maar in je voorruimte en in je stal wil je natuurlijk geen honden, katten, andere dieren. Wat nog wel eens gebeurt is dat er schapen tussen de stallen lopen, tussen of rondom de stallen lopen van pluimveebedrijven. Wordt ook wel eens gevraagd, is dat een risico? Ja, dat kan ook een risico zijn, zowel voor de schapen als voor de kippen. Met name salmonella is daar een bekende in. Schapen kunnen salmonella's bij zich hebben die voor pluimvee weer bestrijdingsplichtig zijn. Of tenminste, die in ieder geval... die je niet wil hebben bij je pluimvee. En andersom kan ook nog zelfs dus dat je schapen ziek worden van salmonella's van je pluimvee. Dat zou ook kunnen. Wil je dat toch wel? Zorg er dan voor dat het één koppel is. En ga niet elke keer daarin wisselen, nieuwe dieren introduceren. Uitwisselen met andere bedrijven, et cetera. Dan verklein je het risico doordat je het als één apart koppel blijft beschouwen. Nog een belangrijk punt voor AI in ieder geval is wat genoemd wordt als theoretische manier dat virus binnenkomt in de stal is via de daken. Daken kunnen nog wel eens bezaaid liggen met vogelpoep. Ook vogels kunnen nog wel eens lekker op een dak gaan zitten omdat het lekker warm is. Kraaien, duiven en noem maar op. Nou, gaat het dan vervolgens regenen of is het sowieso vochtig weer en ligt daar vogelpoep op het dak? En dat stroomt naar beneden toe. Je ziet het al, in de meeste pluimveebedrijven stroomt dat dus langs die luchtinlaatopening naar beneden. Nou, staat die ventilator binnen aan, dan wordt dat weer naar binnen toe gezogen. Nou, mogelijk is dat een manier waarop die aerosolen dus van het dak afdrukken en je stal binnengezogen worden. Een manier om dat te voorkomen, dat zou een dakgoot zijn en dan dat water ondergronds afvoeren naar de sloten. Zodat je ook niet zelf door dat water van het dak zeg maar weer heen loopt en de stal in loopt. Even kijken, zijn we aangekomen bij personen. Personen, ja, je moet zorgen voor een afgesloten stallen en hygiënesluis. Dus dat de bedrijfsterreinen in ieder geval niet voor mensen van buitenaf zomaar te betreden zijn. En wat je wil is dat personen die op het bedrijf werken, zowel eigenaar als mensen die op het bedrijf, werknemers, dat die geen hobbypluimvee hebben, maar ook niet op andere bedrijven werken. Denk aan op een andere bedrijf. Dieren verzorgen, maar ook geen vangploegen, entploegen, dat soort dingen. Zou je liefst niet willen dat die standaard op jouw bedrijf komen te werken? Is dat niet anders? Hè? Dus heb je een bedrijfshulp en die doet 's ochtends een ander bedrijf, zorg er dan voor dat je dat zoveel mogelijk scheidt en laat die persoon dus ook zowel op dat bedrijf als op jouw bedrijf in- en uitdouchen, om zo die risico's van insleep in ieder geval te beperken. Dit zijn eigenlijk allemaal dingen die weet iedereen wel dat het verplicht is. Registratie van bezoekers. En zoals ik net al zei, een hygiënesluis moet minimaal bestaan uit wasbak, stromend water, zeep en handdoek. Zodat dat je in ieder geval je handen kan wassen en vervolgens van kleding en schoeisel kan wisselen. Denk daarbij aan dat sowieso je stal eigen schoeisel, dat je daar nooit mee buiten mag lopen. Bij voorkeur geldt datzelfde natuurlijk ook voor je overal. Het risico is daar wel heel klein, dat ben ik met je eens, dat er dan een gebeurtenis, dat stel er schijt een vogel op je overal terwijl je buiten loopt en je loopt daarna de stal in. Dat had je kunnen voorkomen als je die stal eigen overal ook echt alleen in je stal draagt. Maar die kans is dan wel heel klein, om het zo maar te zeggen. Voor schoenen geldt dat natuurlijk anders. Je loopt daar buiten toch een beetje door de... ook al is het verhard en misschien goed schoon.
Je loopt toch buiten langs en je zou onder je schoeisel iets mee naar binnen kunnen lopen. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval je schoeisel, dat dat goed, schoon en zonder gaten beschikbaar is, ook voor bezoekers. Nou, hoe streng je daarin wil gaan, dat is je eigen afweging en kosten-efficiëntie afweging. Heb je kostbare dieren zoals fokproducten, vermeerderingsdieren, ja, dan ga je steeds een stapje extra daarin. Hoe streng je wil gaan, hangt ook natuurlijk af van in welk gebied zit je. En is er een AI-dreiging, ja of nee? Zit je in een risicogevoel gebied? Nou, dan moet je misschien jezelf aanwennen om toch ietsje strenger te zijn en goed consequent te zijn. Wat je minimaal wil is handen wassen, omkleden en laarzenwissel. Stapje extra zou je kunnen doen door een haarnetje, mondkapje, eventueel handschoenen. En je doet helemaal goed als je tot en met je ondergoed doucht, andere kleren aantrekt en voordat je in ieder geval je stallen ingaat. Voertuigen en materialen. Afgesloten in loons bewaren. Dat is vanuit 2003 al misschien, die vanuit de vogelgriep uitbraak. Dat ze ook van eendenbedrijven verwachten dat je het strooisel afgeschermd bewaart. Er zijn een aantal eendenbedrijven die daar die dat zelfs helemaal in loods, afgesloten loods kunnen bewaren. Omdat die eenden zoveel strooisel hebben, is dat niet altijd realistisch. En soms zie je dat het alleen onder een dak ligt. De theorie daarachter is dat in dat strooisel ongedierte en vogels zouden kunnen gaan zitten die daar weer poepen. En dat je vervolgens dat strooisel tijdens een ronde bij de dieren weer introduceert. Hetzelfde geldt voor materialen, vervangingsmaterialen, reparatieonderdelen, dat je die niet buiten laat slingeren. En dat je die afgesloten in een loods bewaart. Voor voertuigen, net zoals net al op de plattegrond stond, moet een aangewezen parkeerplaats zijn. En zorg bij die parkeerplaats ook voor een afvalbak. Als je bezoekers krijgt, zoals een dierenarts of vertegenwoordiger, dan kun je die mensen vragen om over hun eigen schoenen overschoentjes aan te doen. Of zelfs al een wegwerp overal aan te doen bij de auto. Dat ze dan richting je hygiënesluis lopen, daar vervolgens hun maatregelen treffen. Dus nog een keer bedrijfseigen overal over hun wegwerp overal heen doen. Schoenen uit, schoeisel wisselen. Dat ze dat bij het verlaten van je bedrijf, dat ze die materialen dan ook daar weer in kwijt kunnen. Dat vind ik zelf altijd wel een mooie manier. Voor gereedschap en materialen, ja, bij voorkeur je eigen materialen, is niet van jezelf of komt er iemand langs. Ja, je zou hem kunnen vragen of die bij ander pluimvee geweest is. Zo ja, laat hem dan de materialen schoonmaken en desinfecteren. Al helemaal als in andere stallen geweest is. Voor voertuigen, het liefst heb je dat een voertuig niet op je oranje bedrijfsterrein komt. Dat kun je dus, daar gaan we in mei ook op terugkomen. Bij misschien met het creëren van andere routes zou je kunnen zorgen dat dat oranje deel net anders loopt, waardoor de vrachtwagens dus een soort van in het rode deel blijven en jij zelf de personen dus via het oranje deel kunnen lopen. Als dat niet mogelijk is en moeten ze echt je bedrijfsterrein op, dan kun je ze gewoon vragen, dan zou je de chauffeurs kunnen vragen om hun wagen in ieder geval te desinfecteren. Ik weet dat niet zeker, maar ik denk dat de meeste voerbedrijven dat in deze tijd wel ook al wat doen, of in ieder geval regelmatig doen. Dan nog een stukje over afvoer van dieren, mest en kadavers. Zorg voor een ton die afsluitbaar is, makkelijk schoon te maken. Zet hem altijd in de rode zone, bij voorkeur dus aan de weg. Ik denk dat ook de meeste mensen dat doen. Is dat niet, ja. Ja, zorg in ieder geval dat die kadaverwagen nooit op jouw terrein hoeft te komen. En hebben ze hem geleegd, nou dan moet je dat ding echt als heel smerig beschouwen. Want hij heeft bij andere bedrijven met diezelfde grijper ook kadavers in zijn wagen gegooid. Dus reinig en ontsmet hem zeg maar voordat je Mike ook terugrijdt naar de oranje zone in. En
Ja, dan beperk je daarmee een risico dat in die ton, aan die ton vieze kiemen zitten die jouw pluimvee ziek maken. All in, all out. Ja, voor dieren is het mooiste om nooit tijdens een ronde nieuwe dieren aan te voeren of af te voeren, omdat dat altijd een risicomoment is. Dat geldt dus voor vleeskuikens bijvoorbeeld voor tussentijd uitladen. En dat geldt voor vermeerderingsdieren voor het bijplaatsen van bijvoorbeeld hanen. Of bij leghennen ook. Hè. Soms, als er aan het begin al hoge sterfte is geweest, sommige mensen gaan dan ook nog wat extra dieren bijplaatsen. Of in een afdeling bijplaatsen om dat weer aan te vullen. Het mooiste is altijd één leeftijd van dieren, of in ieder geval een verschil van maximaal enkele dagen. Komen we laatste punt, reiniging, desinfectie, ziektebeheer. Na een ronde schoonmaken, altijd het advies om eerst droog schoon te maken. Dat wil zeggen scheppen, bezemen, vegen en blazen. Daarmee haal je zoveel mogelijk organisch materiaal weg. Mest en slijm, bloed, noem maar op. Alles zeg maar, waar die kiemen zich veilig in voelen. Dat haal je eerst mechanisch weg. En vervolgens ga je het schoonmaken met zeep. Dat lost weer vetten en eiwitten op. Waar die ziektekiemen zich dus goed in kunnen verstoppen. En zodra je dat, als je dat niet doet. Dus je gaat niet met zeep in de weer. Dan heb je nog best veel vetten en eiwitten op alle oppervlaktes zitten. En die beschermen dus de ziektekiemen. Omdat die ook deels die desinfectantia weer neutraliseren. Vervolgens dat water afvoeren, goed laten drogen en dan die ontsmettingsstap. Nou, voor je stallen wat nog belangrijk is om te kijken of ze ook goed schoon te maken zijn. Goed schoon te maken wil zeggen zo weinig mogelijk kieren, scheuren, gaten waarin organisch materiaal en dus ook ziektekiemen zich en kunnen blijven verstoppen. Dus ja, onderhoud die een keer als het kan. Nou, dan nog een plaatje uit het verre buitenland waar hier een transport van Pekingeenden plaatsvindt. Nou, je kunt je afvragen hoe zinvol is dit. Maar zoals ik net al zei, ziektekiemen die verstoppen zich in organisch materiaal. Nou, eenden, dat is ook organisch materiaal. En als je die van buitenaf een beetje ontsmet, dan heeft dat natuurlijk helemaal geen zin. Want de kiemen zitten net zoveel erin als erop. Meer misschien zelfs erin als erop. We hadden het aan het begin even over een risicovolle gebeurtenis zoals mest afdraaien tijdens de ronde of dieren uitladen. He, waarin je de achterkant van je stal misschien wagenwijd openzet. Vooraan in je stal ben je goed bezig met al je hygiënemaatregelen. Maar wat kun je nou achteraan dan aan het bedrijfsterrein doen? Je zou vooraf dat bedrijfsterrein, voordat je dus die deuren openzet, zou je die oranje zone daar dus eigenlijk moeten schoonmaken nog en goed moeten behandelen. Ligt daar misschien wel vogelmest of ongedierte mest? Spray het dan eerst in met een desinfectantia. Dus met natronloog bijvoorbeeld, huisammoniak, zwavelzuur of zoutzuur. Nou, dat maakt echt alles kapot. En vervolgens kun je het opvegen en schoonmaken. Doe dat dan voorafgaand aan dat transport dus. Nou, is er ergens op je terrein vogelpoep geland en zie je dat ook echt, dan kun je dat op dezelfde manier behandelen. Dus eerst insprayen, in laten werken en vervolgens opzuigen, opvegen. Dan heb je de grootste kans dat de eventuele ziektekiemen dat die dood zijn. Ik denk dat we deze dan heel even overslaan. Die komen misschien straks nog even op. Dan ga ik nog heel even kort over wat je dan zou kunnen doen nog bij de huidige of jaarlijkse misschien wel AI-dreiging. Er wordt al gezegd van je moet je biosecurity aanscherpen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt, ja wat dan precies? We doen alles al goed, wat moet ik nog aanscherpen dan? Dingen die je zou kunnen verscherpen, met name is het gedrag. Dus wees je van bewust dat en hoe dat virus binnen zou kunnen komen.
belangrijkste daarin zijn personen, voertuigen, materialen. Dat is ook een punt voor discussie, daar gaan we ook heel even overheen. En specifiek voor AI geldt dan, zorg dan dat je graslanden vanuit de sloot, zeg maar, dat je daar niet komt met je eigen laarzen en eigen vervoer, met je tractor, met vrachtwagens, dat die daar niet doorheen rijden. Als je in de buurt kadavers van wilde vogels ziet, laat het dan bij voorkeur iemand anders opruimen. Ga daar zelf dan niet mee aan de slag. Maar je kunt wel, ik weet dat de laatste tijd heel veel dode vogels liggen. Als je de NVWA belt, dan doen die er eigenlijk niks mee. Dan liggen die kadavers daar misschien wel een week. Misschien heel flauw hoor, maar je kunt bijna beter nog iemand uit het dorp of een bekende of een broer of een zus bellen. Die met een mondkapje en handschoenen de kadavers afvoeren in een dubbele zak. En je kunt ze volgens mij dan of bij de gemeente in een kadaverton gooien. Of je kunt ze bij Lelystad laten onderzoeken. Dan moet je ze zelf volgens mij ook naar een Lelystad brengen, want de NVWA komt ze ook niet halen. Dan haal je in ieder geval dat virus ietsje weg uit je eigen directe omgeving. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ook kun je hem zo, maak je het zo onaantrekkelijk mogelijk voor de wilde vogels. Wat ik net ook al benoemde, goed kijken of je vogelmest ziet liggen. En daarnaast, om dus die waterdruppelfactor vanuit het dak tegen te gaan, kun je overwegen om dus als je in een risicovol gebied zit, toch te gaan investeren in hemelwaterafvoer. Zodat je dus tegengaat dat die poep vanaf het dak je stal ingetrokken wordt. Dus wat kun je doen om te verscherpen? Zorg dat je die zonering, dat je dat goed in je oren hebt en dat je dat vuile schone wegprincipe, hè, dus die route op je bedrijf, dat je dat voor jezelf in ieder geval goed in kaart hebt en dat het voor anderen daarna ook nog duidelijk is hoe dat moet werken. Een risicovol gedrag vermijden. Dus je moet echt niet meer eventjes via de achterdeur nog naar buiten stappen of even snel de binnenbocht nemen. Je moet echt streng zijn en consequent blijven met je biosecurity. Daarnaast kun je het in de omgeving verminderen door goed ongediertebestrijdingsplan te hebben en wilde vogels zoveel mogelijk te voorkomen op je bedrijf. En mensen die op je bedrijf komen, personen, voertuigen en materialen, daar kun je best wat streng tegen zijn. Dus personen kun je je mag van ze verwachten dat als jij het vraagt, dat zij door de douche gaan. Dat is helemaal aan jullie zelf. Voertuigen net zo goed. Als je wil dat ze de banden ontsmetten, dan kun je dat vragen van ze. Materialen van mensen die op andere bedrijven zijn, ook. Geef gewoon aan van, in deze situatie zit me dat niet lekker. Ik heb liever dat je het spul eerst schoonmaakt en desinfecteert voordat je het bij mij in de stal gaat gebruiken. Nou, en wat te doen tegen mest en lucht? Ja, daar kun je dus in ieder geval die dakgoot zou je kunnen overwegen. Er spelen nog wat discussies wetenschappelijk gezien over bijvoorbeeld windbreekgaas. Of dat stofdeeltjes enigszins tegen zou houden. Er zijn, geloof ik, zelfs bedrijven al die voor stallen hele filtratiesystemen aanbevelen. Maar volgens mij loopt dat best wel in papieren dan.